Goedenavond, beste kijkers. En weer een hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Praatcafé van Hos TV. Vanavond hebben we voor u een journaal voor de maand september. Diverse items met onder andere de Open Monumentendag. Jan Leijten met twee onderwerpen vanuit de politiek. En zoals vanouds vanuit het keukenraam. Voor nu wens ik u alvast weer heel veel kijkplezier en tot zo. Het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi te Haren. Het gehele Monseigneur Bekkersplein was weer omgeturnd in een grote zandbak. Volleybal Haren is lekker ontploffen, toch? Maar dan toch? Nee. Het speelt met elkaar en wij en ik zijn al voor de tweede keer tegen elkaar aan het. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus was het jaarlijkse beach-event op het Monseigneur Bekkersplein in Haren. De zaterdag verliep voorspoedig. Zo'n 35 jeugdteams van kinderen tussen de 9 en 13 jaar namen het in een kleine competitie tegen elkaar op. De zondag, de tweede dag, kwamen de senioren in actie. Dit waren zo'n 30 teams. Beide dagen was er volop muzikale ondersteuning door een lokale discjockey. Doordat het evenement onder andere door de Bartel en de Michel werd georganiseerd, ontbrak het ook niet aan een hapje en een drankje. En Tobroco die ervoor zorgt dat hier morgen het plein weer helemaal schoongemaakt wordt. Het is niet meer belangrijk kan je als jullie maar een punt maken. Kom op! Het Tuin van Brabant Ruitervestijn, een jaarlijks paardenfestijn, terugkerend te Haren. In het eerste weekend van september werd de Tuin van Brabant Ruitervestijn weer georganiseerd door LRMPC het Edele Ros op de prachtige locatie bij de Maatschap Vermeer op de Hoge Raam in Haren. Op dit terrein, met op de achtergrond het prachtige oude klooster Harendaal, kwamen ook dit jaar, dankzij de vele sponsoren, diverse dressuurringen en een prachtige springtuin. Thank you.
zich een vier strafpunten voor Geert-Jan. Maar je zal wachten en daar gaan. De zaterdag werd geopend met de wedstrijden de ponyruiters die aan de start konden komen zowel in het dressuur 2 proeven klasse B tot en met Z2 als springen klasse B tot en met ZZ. Voor de springruiters was er 2 fasen springen met een mooie gesponsorde prijzen en voor de dressuurruiters klasse L tot en met Z2 een kuur op muziek waarmee een geldprijs te winnen was. Het 7-jarig jubileum van een buurtfeest te Haren. De buurtvereniging De Vlakkers houdt elk jaar het eindfeest van de buurt. Dit jaar was het de 7e keer. Namens de buurt, hè, zal ik maar zeggen. Hoe heet jullie buurt ook alweer, Patrick? De Vlasak. De Vlasakkers. De Vlasakkers, ja. Het is een gezellige buurt en iedereen is bereid voor elkaar iets te doen. Hebben wij er zin in? Nou, dat klinkt echt of wij er zin in hebben. Maar ik ben er heel erg voor. Hebben we er zin in? Dat wordt wel beter. Ze hebben dan ook altijd veel vrijwilligers die uit zichzelf hulp aanbieden. Elk jaar probeert het bestuur weer iets anders te verzinnen om het vernieuwd te houden en dus aantrekkelijk. En we hebben 5 minuten elke keer om te wisselen. Dus we zijn hier een beetje een ongelijke strijd. Dit jaar was er op vrijdagavond eten en een karaokeavond. Voor de kleine leden was er een snack met friet en voor de grotere leden een uitstekende luxe koudwarm buffet. Zaterdags had men een zeskamp gehouden en dat was weer een groot succes.
De ouderen wilden niet onderdoen voor de jongeren. Op het einde was er nog een superfinale nodig om bij de jeugd te beslissen wie nu eerste zou worden. Dus mensen, nog 10 seconden. Nog 10 seconden. En dan gaan we stoppen. Later op de dag was ook de prijsuitreiking voor de jeugd, met daarop volgend een kinderdisco. De prijsuitreiking voor de ouderen was later, met daarop volgend een gezellige feestavond, die tot in de zeer late uurtjes duurde. Truc Helvoort. Ook weer een jaarlijks terugkerend evenement waarbij vele vrijwilligers en vrachtwagenchauffeurs zich inzetten om het verstandig gehandicapten een leuke dag te maken. Want in de gemeente zijn vandaag zoveel activiteiten dat je van de een naar de ander gaat. Onder een prachtige zon en een prachtig weer. Dames en heren, de eerste run zit erop. Hoorde ik toen ik aan kwam lopen. Heb ik ook vanmorgen nog wat van gezien en gehoord. De tweede gaat dadelijk starten. Maar dat is allemaal mogelijk dankzij de geweldige inzet van heel veel vrijwilligers. Mag ik jullie met z'n allen een keer vragen om heel hard te joelen en te klappen voor al de vrijwilligers die dit voor jullie gedaan hebben. En dat zijn natuurlijk de vrijwilligers die het organiseren, maar het zijn ook vooral de bedrijven die de auto's beschikbaar stellen en hun chauffeurs die graag met jullie vandaag willen rijden. Want we staan er echt op te kijken om er voor jullie een fantastische dag van te maken. Nogmaals, heel veel plezier daarbij. Trucker Truc is een jaarlijks terugkerende dag waar zo'n 450 tot 500 gehandicapten het hele jaar naar uitkijken. De hele dag wordt er voor hen gezorgd met eten en drinken, cadeaus die door bedrijven geschonken worden en treden er artiesten en muziek op voor deze mensen die met hun rit in de Trucker Truc de dag van hun leven hebben. De dag wordt georganiseerd door CV Laat Maar Schuiven en een hele grote groep vrijwilligers. 'S Avonds is er een feestavond met artiesten voor alle vrijwilligers, sponsors en chauffeurs.
De route van deze truc was zo'n 54 kilometer. Dit jaar gingen ze voor een mooie ronde om natuurgebied de Drunense Duinen, waarbij ze de volgende plaatsen aandeden: Udenhout, Loon op Zand, Kaatsheuvel, Waalwijk, Drunen, Elshout, Oudheusden, Herpt, Haarsteeg, Kromvoort en uiteraard Halvoort zelf.
Thank you.